Onze voorbeeldfunctietijd is bijna klaar. We zagen in de vorige video dat het cirkeltje rond is. Dus we hebben succesvol een request gedaan naar de backend. En we zien in ieder geval in de netwerktab van Chrome dat we ook een reactie terugkrijgen. Nu is de volgende stap om de puntjes op de i te zetten. Dus dat de gebruiker ook echt kan zien dat het request gelukt is of als de request niet gelukt is. En daar gaan we een paar uitbreidingen van maken in code. Ik geef een klein stukje refactoren. Ik zie hier nu die else. En ik weet dat ik straks voor deze regel een try-catch nodig heb. En dan wordt de code steeds meer geïndent, dus wordt steeds meer naar buiten gedrukt. En ik vind het mooi om wat cleaner te houden. Dus ik ga die else weghalen. En dan ga ik hier een return neerzetten. Als er dus een validatiefoutmelding is, dan returnt die hier sowieso. En wordt deze logica niet uitgevoerd. Mocht het dan wel goed gaan, komt hij dus hierin en kan hij met de repository interacteren, etcetera. Dus een kleine verbetering. Nou, zoals gezegd, doen we op dit moment niet zo heel veel met het resultaat in de frontend code. Dat wil ik wel gaan doen, dus ik ga hier een const data aanmaken. En daar ga ik het resultaat uit de const repository opvangen. Er is nog wel één probleem. Op dit moment is dat void wat er uit create const komt in de repository. En dat komt omdat wij nog geen return hebben neergezet hier. Dus wat er uit de netwerkmanager, uit die do request komt, dat is een promise. Die willen we terug gaan geven aan degene die ons weer aanroept. In dit geval dus de controller. Oké, dus nu is de warning weg. Zoals ik al zei, is dit een promise die hieruit terugkomt. En we weten met promises dat ze asynchroon zijn. En dat we dus daarom een await moeten gaan toepassen. Als we ook echt willen wachten op het resultaat dat hieruit komt. Wat hiervoor het geval was, is dat hij gewoon het request uitvoert. En voor de rest wordt er niks meer mee gedaan. Dus daar hoeven we niet op te wachten. Nu willen we echt die data gaan gebruiken op de volgende regel. Dus gaan we hem awaiten. Nou, als we awaiten, moeten we dus ook de functie waar die in zit async maken. En nu gaan we, net zoals eerder, gaan we hier een try-catch omheen zetten. Dus dit gaan we tryen. Catchen. De error. En we weten, als hij op deze regel komt, dat we data kunnen loggen en kunnen zien wat er terugkomt uit de backend. We weten hier dat we een error hebben en dat we die ook kunnen loggen. Dus ik ga nu nog een keer een request uitvoeren aan de voorkant. Create Consort test 2000 opslaan. En nou zie je dus dat we hier ook die ID die we eerst in het netwerk tab zagen, ook in de controller kunnen loggen. Dus daar hebben we ook het resultaat. Nou, om ook te simuleren als er iets misgaat, ga ik weer eventjes de backend tijdelijk lopen. Ik ga weer de tabelnaam een stuk maken. Ga ik nog een keer een request doen. Ik hoef niet te reloaden, want alleen de backend aangepast is. En nou krijgen we dus een foutmelding. Sowieso al in de netwerkmanager krijgen we een foutmelding. Maar ook in de Create Consort controller. Nou wil je deze foutmelding natuurlijk niet aan een user laten zien. Maar je komt in ieder geval in de catch. Dus je weet op dat moment ook, er is iets aan de hand. En ik kan misschien iets van een foutmelding gaan zetten. Dus laten we dat doen. Laten we eerst de catch doen. Dus deze laat ik nog even zo staan. Dan kunnen we nog één keer een testje doen. Ga ik terug naar de Create Consort controller. En hier wil ik zeggen, die errorbox die we eerder hadden gebruikt voor validatie, ga ik in HTML, er is iets fout gegaan bij het opslaan. Die log ga ik weghalen. En nu gaan we kijken of dus die tekst wordt aangepast naar er is iets fout gegaan. Scorpions, 10.000. Nou, er is iets fout gegaan met opslaan. Dus hij geeft in ieder geval goed een bericht weer als er dus iets misgaat. Dan gaan we, stel je voor dat iemand het twee keer probeert, gaan we sowieso hier zorgen dat die in ieder geval leeg gemaakt wordt. Dus in een HTML is leeg. Dus dan is de foutmelding case afgehandeld. Gaan we nu naar als het goed gaat. If data.id, die zagen we namelijk terugkomen. Als die er is, dan zeggen we app.loadController. Gaan we een ander scherm laden. En dat wordt app.loadController.
controle welkom. Dat zijn dus die constanten die bovenin de app-klas staan. En dat is hem. Dus nu ga ik de tabel of de backend weer goed maken. Die naam weer netjes terugzetten, dat we geen error meer krijgen. Ga ik refreshen. Create concert. Test. Krijg ik alsnog, er is iets fout gegaan. En ik krijg geen login, krijg ik te zien. Dus ik ga heel even snel een console.log e toevoegen, wat nou precies de error is. Het kan namelijk ook zijn dat er ergens in deze code iets misgaat. Oh, ik zit denk ik op de verkeerde plek. Nu in de backend zit ik te kijken. We gaan even terug naar de frontend. Je ziet ook al die try-catch heel erg op elkaar lijken. Hè? Dezelfde structuur. Dus ik ga in de frontend de foutmelding even loggen. Ah, en nu krijgen we hem te zien. Reference error, app is not defined. En dat komt denk ik omdat we die app niet geïmporteerd hebben. Ja, missing import statement. Dus die gaan we even importeren bovenin. JS erachter zetten. En nou zou het goed moeten gaan als we de juiste waarden invullen. Test. Mooi, dus het gaat goed en we worden meteen geredirect naar het welkomscherm. Dus nu hebben we zowel de goede case als de error case hebben we afgewandeld. Happy flow slash unhappy flow. En is onze functionaliteit helemaal compleet. En is de user story gebouwd. En hiermee eindigt ook de videoserie. Ik hoop dat het super nuttig is geweest voor jullie. En ja, laat me vooral weten of jullie nog andere dingen willen zien.